top. Bedankt, hè. Ja, graag gedaan. Ik word hier aangevallen door allemaal camera's. Holy shit. Yes mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien, dan weten jullie dat ik gisteren naar een verlaten locatie ben gegaan en het is eindelijk gelukt. Yes. Onderweg naar huis ben ik iemand tegengekomen. Hoppa. Yes. De homie Leo was zijn sleutels kwijt en ik ben hem gewoon tegengekomen onderweg naar huis. Dus mega zot. De engel. Yes, de homie heeft hier geslapen. Ik zeg altijd, toeval bestaat niet. Ik heb een ontbijtje gemaakt. Ik hoop dat je een mango milkshake lust. Ik lust dat zeker weten. Yes, yes, yes. Rastafari roots, sowieso. Yes. Graag gedaan, sowieso. Bedankt, hè. Ja, graag gedaan. Ciao. Succes nog, alleszins. Dit was fucking gek. Ik vertel jullie meer beneden. Ik ben echt super stoked. Ik heb net 2 mannen bevrijd. Dan in die hijskraan, of hoe dat ook noemt. Ik weet de benaming niet. Maar ze zaten daar gewoon in vast. En ik heb via zo'n bedieningspaneel, een SOS-paneel, heb ik hun moeten bevrijden. Dat was echt een mega vet, een super vette ervaring. En ik heb weer mensen geholpen. Yes! Ik heb ondertussen al 2 mensen geholpen in 24 uur. En ik wil je verzekeren, mensen, dit voelt goed. Dit voelt fucking goed. Hoppa, die is waarschijnlijk al redelijk koud, maar het boeit geen fuck, want het is zalig weer. Yes! Straks gaan we BMX'en. Ik heb er zin in. Ik heb trouwens een pasta bolognese. Hoppa. We moeten van het leven genieten en om geen fuck geven. Geloven mensen, geef om geen fuck en geniet van je leven. Joe, tip van de dag. Let's go. Mijn pastaatje heeft heerlijk gesmaakt. Het is bijna tijd om te BMX'en, maar ik denk dat ik eerst nog naar de supermarkt ga voor een fles water te halen, want ik heb niets van drinken bij. En als je gaat BMX'en zonder drinken, kan het wel nog slecht aflopen. Let's go. Sorry aan de mensen die aan school hebben, maar ik ben fucking stoked dat de vakantie voorbij is. Ik heb het skatepark voor mezelf. Er zijn hier maar een paar homies. Mega, mega vet. Dus ik kan eindelijk gewoon op het gemakje mijn camera zetten en BMX'en. Zonder dat ik me zorgen hoef te maken om iemand dat er gaat oprijden of iemand dat in de weg rijdt of dit of dat.
Dus bij deze mensen, we gaan ervan genieten. Let's fucking go. Ik ben stoked. Mijn dag is tot nu toe al perfect verlopen. Joe! Dat was nu echt een mega chille sessie. Alles op het gemak. Een lekker zonnetje. Een beetje meer tijd dan normaal, want ik moet om 5 uur werken en niet om 4 uur. Ik ben stoked. Ik ben sowieso stoked. Het is nice weer en ik ga nu een broodje halen. Ik heb nog honger en ik ben verslaafd aan een bepaald broodje uit de Esky. Dus we gaan dat gewoon gaan halen. Let's go! De broodjes zijn allemaal op, dus ik ga gewoon niet in de Albert Heijn komen om in mijn pauze of zo te eten. Ik ga nu gaan werken. Ik zie jullie later. Ik heb de homies net tegengekomen. We zijn elkaar eigenlijk gewoon gesplitst. Zij hebben hier al op het skatepark een super harde sessie gehad. Ik heb net gedaan mijn werken, dus ik ga nog niet mee met hen. Ik ga eerst lekker genieten op het skatepark. Let's fucking go. Ik ben stoked dat ik gedaan heb mijn werken en dat het gewoon dit weer is. Hoe fucking nice is dit niet? Ik heb een skatepark voor mezelf. Joe! Het ruikt hier overal naar barbecue. Het goede weer is begonnen en iedereen heeft ook zijn barbecue boven gehaald. Mega vet. Er was ook trouwens super veel volk in de Albert Heijn. En dat heeft ook allemaal met het fantastische weer te maken. Ik ben al een paar naar huis. Ik heb gewoon een korte sessie gehouden, een paar tricks gedaan. Ik voelde dat ik ook een beetje moe was. Dus ik stop gewoon en ik geniet verder van de avond. Sowieso. Ik ben nu op weg naar huis. Dus bij deze, let's fucking go. Yes mensen, ik passeer hier en ik word hier aangevallen door allemaal camera's. Holy shit. Super vet. Ik kwam eigenlijk gewoon voor een b-roll te filmen en deze mensen die hadden mij nodig als portret. Ze vonden me blijkbaar een interessant persoon, dus bij deze, ik ben vandaag fotomodel. Ik ga nu naar huis, lekker gaan genieten. Ik heb zin om een douche te nemen, in mijn short te chillen en gewoon
een beetje op mijn computer te zetten en een paar filmpjes of zo te kijken. Weet ik veel wat, het gewone leven sowieso. Joe! Boepke! Ik ben eindelijk gewassen. Ik heb super chille kleren aan. Sowieso. Oh, dit voelt goed. Ik voel me zo fris. Ik ga de vlog ook afsluiten. Het enige wat ik nog ga doen zijn noedels eten. En jullie hebben al gezien hoe dat ik die noedels heb gemaakt. En welke noedels dan dat zijn. Dat is van een paar vlogs geleden of zo. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor de kijk. Ik wil jullie bedanken voor de 10.000 abonnees. En alle liefde. Ik hou van jullie allemaal. Sowieso. Hoppa, het lijpen doet een beetje raar. Dus bij deze mensen, like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Peace out, ciao. Koop mijn merch. Ciao.